blijven luiden. En Henry gaat heerlijk genieten van een dikse witte. Proost, Henry. Op proost, ja. Het fruitvat, hè. Zo, hier zijn we dan. Dit is ons dineradres. Wat voor adres? Ons dineradres. Ja, dat moet je afwachten. Mag ik bellen? Ja, natuurlijk. Het is wel, ik heb wat honger. Ik heb bellen toe, toch? Oh ja, ja, ik hoor al iets. Goed zo. Wil je zo aankomen? Ja. Nou, ben ik benieuwd. Echt, wat zo'n hebben jullie niet, hè? Nee, hè? Beetje bellen, hi. Dat is een nostalgische zitelement, Henry. Onze pasgetrouwde zitelement. Ja, onze pasgetrouwde. Wat zit jij lekker, hè? Ja. Leuk tafeltje erbij. Vandaag onze tweede dag. Rust, stop in Tongeren. Het geluid van een toren doet het altijd goed, maar dat idee krijg ik pas als het te laat is. Wat zeg je, Annelies? Dat is Ambiorex, een of andere Germaan. Ze hebben hier foto's uit 20 jaar geleden. Zie je daar richting borden? Sint-Truiden 21 kilometer, Brussel 83 kilometer. Koffiestop onderweg. Ja, zie je. Daar heb ik toch niet voor niks meegenomen. Zware werk wordt door de man van de huis is gedaan. Nou, ik moet wel zien of dat lukt. Moet het wel lukt, anders sla ik de figuren. Ja. Hey. Ja! Je hebt de bruine vlam weg, hè? Ja, je hebt de bruine vlam weg, ja. De deksel op de pan is wel handig, aan je linkerhand. Die haal ik toch niet? Ja, daar heb je nog. Goed zo. Oh, maar als je even aan het vullen bent, dan ben ik vriendelijker, hè? Ja, begin dan. Ik kan niet woord. Kijk, dat doen we zo. Dus het... Dat is sterke koffie, dus die wil je opschenken, hè? Daar gaat ie, zo wordt de koffie gezet. Dan zeg ik het, er zijn de Lage Ardennen, maar ook heel mooi. Derde dag van onze fietsvakantie, tweede in de Ardennen. En inderdaad, heel mooi. Het zijn niet allemaal asfaltwegen op deze vierde dag. Ook wandelwegen treffen ons pad. Bonjour. Bonjour. Ja, hij is op weg naar onze... Eten was heerlijk bij de Italiaan. En lekker. En genoeg. Oh, goed zo. Genoeg. Ja. Yeah. En nu is hij op weg naar onze vierde slaapplaats in Bettenburg. Vinden jullie ook niet een prachtig landschap? Is hier? Kijk eens aan. Een blaadje. En zo fietsen wij door Noord-Frankrijk. Prachtig uitzicht daar. Hij verdwijnt langzaam om de bocht. Zo mooi, hè? Ja, het is een beetje authentiek heigen om de helling uit te laten komen die we net gehad hebben. Nou, de rest van het mooie uitzicht. Ja. Zij Annelies? Ik zeg dat wij dat niet hebben, alleen bij het uitzichttoren. Oké. Okay. Moet op de Dom. Annelies heeft u juist een artikel over de Tour de France gelezen. Ze hebben hier van die aardige klimmetjes.
Tjus, hè? Hé, hey, die fietsen ken ik. Stilteshot op zaterdagmorgen, de zesde dag. Kijk, zo zie je het. Oh, oh, oh. Kijk, shit. Ik wou dus zeggen, zo zie je het landschap voorbij glijden op de fiets. Hè, Annelies? Die hebben we daar in de late avondzon. We zijn er bijna. En zachtjes ruisende populieren. Nee, anders ik heb nou niet het standbeeld er wel op, maar wel dat lekker terras waar wij daar gaan zitten eten. Dit terras dus. En dat standbeeld. Dan zou ik graag dubbelen. Dan zeg ik. Dag van de tweede week genieten wij nog steeds van alles wat we zien. Krijg ik nog deskundig commentaar? Zo lekker. Heel spontaan. Gefeliciteerd Eveline met het behalen van je rijbewijs. Een historisch moment. Historisch moment hier onder de kerstboom. In Frankrijk. In Frankrijk. Goed zo. Ja. Hé, hey, neem er iets van. Kijk. Goed zo, meisje. Geniet ervan, hè. Joe, houdoe. Zoek commissies. Dit is een natuurlijke wasplaats. Volgens mij heb je er heel veel zin in, Henrik. Wat voor mooi gezien. Nou, met die handschoentjes aan. Het is maar gauw, ja. Dan maak ik even een mooie close-up. Zijn ze klaar? Je handen wassen. Oh, dat is lekker. Dat is echt lekker. Ja, goed zo. Hoe laat zei jij? Nee, bitte. Ik zelf zie het niet op de zoeker, maar op verzoek van mijn scriptgirl spreek ik nu de tekst in. En het zijn er nog nooit zoveel geweest als deze keer.
Ja, tegelijk berg op hoor, dus daarom gaan we niet vlug. Zo, daar liggen ze dan, de voorgezen. Nou, we hebben wel. Oké. Okay. De flowers. Ik zie hoe die meneer van de wijnhuis heet, Annelies. Henri, meer. En dit wil zeggen bio-wijn, Henri. Dus dat wordt echt een goeie. Plaatsnamen dienen natuurlijk om de internationale fietser wat moed te geven, hè, dat je al ver weg is. Ook hier moet er weer geklommen worden. Ja, en ik hou die nog wel 3 kilometer vol hoor. Oké. Okay. Handig. Oh, zijn we toch weer goed bezig. Zo hebben we toch geklommen. De topsport. Ja, maar wel prachtig. Gratis openluchtconcert in de Franse Jura. Qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée. Butterfly, ma butterfly, dans un mois je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, ik zal klimmen alleen maar. Nou, terwijl Annelies even naar de boulangerie brood haalt, wil ik hier dan toch maar even de eerste rug over de Rhône. 1000 kilometer van best af. Historisch moment. Hier is hij dan, de Rhône. Valt niet meer op die drukbrug, maar het lukt. Annelies treft voorbereidingen om haar nieuwe zonwerende broek te kopen die ze juist op de markt gekocht heeft hier in de hitte rond Lyon. Je reviendrai. Butterfly. Hey. Butterfly. Butterfly. Près
Dat is een authentiek Frans Doos met een plantade iets te drinken, meid. Een warme zondagmiddag die blijft maar duren. Dus blijf het filmen. Klim of niet, doe of niet, stijging of niet. Hartstikke, daar gaat hij weer. Ik nou maar een keer zelf vanuit stilstand met de camera, want we gaan bergaf, dus dan durf ik het echt niet zo goed. Zijn. En dan wordt het nu tijd voor onze reclamespot. Een Bavaria. Ja, ik moet het wel kunnen lezen, hè. Nou, als je ziet waar we geklommen hebben het laatste kwartier. Hadden we beter die spot nou op kunnen nemen. Vanavond krijg je het vertrouwde ritueel dat Annelies de benen durft bloot te stellen aan de zon, dan trekt ze iets uit. Ondertussen werpen we nog een blik op die dreigende bergreuzen van ruim 1000 meter hoogte. Maar we boffen ook wel eens, want die hoeven we volgens onze boekenschrijvende reisleider mooi niet over te steken. Ook Henry heeft het zwaar vandaag en die prachtige zonnebloemen doen daar niets aan af. Maar hij houdt vol, de schat. Af en toe een slokje, dan kan het wel. Als je ziet hoe langzaam de auto's hier naar beneden komen, dan hoeven wij ons voor ons tempo omhoog niet te schamen. Hey, de frisse moet beginnen, jongens. De volgende camping die we verlaten, op weg naar de zee, op woensdag in de derde week. En ook hier was het schitterend. Je hebt allerlei groentewinkels tegen, Annelies. Ja, leuk hè. We gaan daar echte vijgen eten. Ik bedoel, van de boom. Ja, en wat denken van die mirabellen die ernaast liggen? Voor de kenners. Mirabellen, goed zo. Nou, dat zal dadelijk lekker smaken hè. Ja, mijn luister. Dit is wat makkelijker is. En dan zag ik bij die volgende klim ook, want dit hebben jullie al een keer gehad dan. Ja, ik heb een paar mensen die kennen die pas. Mijn pas, ja. Ja, dat vond ik prachtig. Zeker dat, ik vond het wel mooi. Zo, een lekkere entrecote kan om smiddags 2 uur zo'n kathedraal er ook wel even bij. Nou gelooft Annelies mij voortaan altijd als ik het over Côte d'Iron village heb. Ze staan allemaal op, Annelies. Verzin eens een bloemrijke tekst. Ja, we waren al straat op de christelijke gymnastiekvereniging.
Nou. Zij is bij de christelijke gymnastiekvereniging in Limburg, die kwamen ze een Piet uit Apeldoorn. Nee, Willem, sorry. Dat is Piet uit, Landgraaf. Uit Landgraaf. Uit Ubach over Worms. Ja, weet je wel. Van, en Ada, ook uit dezelfde stad. Ja? Ja. Nee, ik ben eigenlijk oorspronkelijk van Heerlen. Oh. Ja, nou tel is het zelf ook goed. Annelies uit Daas. En Rietje? Uit bijna gehaald. Oh ja. Met die kippen, daar heb ik... En de handschoen. Dag. Dag. Doei. Goeie reis. Goeie reis. Hoi. Laatste loodjes. Houdoe. Of een scheerlijn, of heb je nog? Ja. Steeds die ook. Ja, per dag. Ik zit ook wat mee te knooien. Ja. Zo. Laatste etappe, hè? En het zijn niet de laatste loodjes, hè, Riet? Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse, tout en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond, les belles dames font comme ça. Les messieurs font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Toutes les dames font comme ça. Les messieurs font comme ça. Provence, 10 kilometer van Arles. Met alleen de blaken en de zon en de krekels als onze metgezellen. Mooi geel, Annelies. Prachtig. Voor die knikkel. Hallo. Hi, schat. Dat Hannes van Treintje, daar wijst ons mooie weg. Ja. Stap aan de rond. Oh ja, oké. Out on a summer day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chills, in colors on the snowy linen land. What you tried say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free.
Voor de derde keer, nu met de kap er echt af. Ik denk dat we er zijn. Mensen, water, lucht, zon en boten. En daarachter de zee. Nou Annelies, dat is jouw leefwereld een hele week lang. Oh. Je helemaal vol aan. We zullen afwachten. Zo Henry. Even wat water uit de koelkast halen. Oh ja, moet even kijken hoe die koelkast eruit ziet. Oh hier, schaduw hè. Ah, schaduw, ja natuurlijk. Slim van ons hè. Ja, geen van die wielbeschermers. Ja, ja, smakelijk hè. Dat doet de mens goed. Wat is het? Croissant heb ik al op. Wat is nou verschil met thuis? Heb pap erbij. Zo is het. Lekker. Maak het tegen vandaag. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli. Foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Et je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer, et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. De manager nou niet komt om mij te bieden, want het is veel te leuk om eens even te filmen. Goedendag gezegd hebben, is Henry nu bezig met de laatste fase van onze vakantie. Het loskoppelen van de lowriders. We hebben de chauffeurs nog speciaal gevraagd. De lowriders eraf hoor. Zo. Einde van de race. Henry is dus stukjes bezig. Lukt het Henry? Met goede schroefje vinden. En de chauffeurs die gaan opwisselen. Zo, die heeft de wijzer ook opzetten. We zijn aangekomen in de laatste kilometers
naar Best. De laatste loodjes wegen toch wel heel erg zwaar dit jaar. Oh ja, dit gaat wel. Nou, de airco staat te loeien. Staat hier onze vaste kraan om de terugrijden naar Best. Ja. Oh Henry, goed zo. Weet je wat ik dan zeg? Nee. Zoals bier thuis smaakt, smaakt het nergens. Ja, proost. Dat was heel lekker, schat. Pak dan de slok, jongen. Op de Hokkelhoeve.